Test. Het geluid doet het helemaal geweldig. Jongens, dames en heren, welkom hier op de ploegenpresentatie van de Hofmeijer schaatsploeg. En die ploeg is uitgebreid naar 9 schaatsers, met dit jaar een grote Drentse inbreng. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Nou, we hebben de doelstelling geformuleerd dat we eigenlijk met 4 mensen naar de Spelen willen, waarvan twee dan echt ook meedoen. Zet u 2 voeten richting het doelwit. Plaats u nu het geweer met de kolf in de schouder. En legt u uw rechterwang op de kolf. Jan van Veen uit Eemster is de nieuwe trainer van de Hofmeijer ploeg. Hij stapte na 7 seizoenen over van Jong Oranje. Jong Oranje was laatste jaar zo, we hadden zoveel gewonnen dat er op een gegeven moment dat toch een beetje onbewust een beetje wegzaakt. En dan moet je weer anders gaan doen. En die ambitie die ik bij mezelf voel en die draad die ik bij mezelf voel, die zie ik ook bij mensen om me heen. En dat is allemaal heel, heel positief. Bert en de Vries Allrounder komt 2 jaar geleden uit voor Jong Oranje. Bert heeft bij mij Jong Oranje 2 jaar gezeten. Met name het tweede jaar gewoon echt super was met een derde plek op de WK. En daar heb ik me echt stappen zien maken. En daar is vorig jaar een beetje blijven hangen. En ik denk dat hij op het moment dat hij de lijn oppakt daar waar we gebleven zijn. En dat doet hij nu. En hij komt ook weer zelfvertrouwen om de hoek kijken, wat een beetje weg was en wat terugkomt. Dan denk ik dat Bert met name op die 1500 meter gewoon echt heel goed kan zijn. Hoe lang is schaatsjaar? Ik denk een jaar of 8 of zo. En je bent nu hoe oud? 20 jaar. Het is toch ongelooflijk waar alle maanden heel. Je bent veel weg, heel veel weg. Dat je echt 250 dagen per jaar gewoon niet thuis bent. Je bent gewoon weg. Je zit in een hotel. En dat was vorig jaar en een jaar ervoor niet zo. Bevalt dat? Ja, ik vind het niet erg om van huis te zijn. Ik vind het zo lekker rustig. En als je goed wilt trainen, dan moet je denk ik weg zijn. Vertrouw je het niet, Jan? Nee, ik zit hem na te tellen. Kom je er niet verder af te tellen. Jammer. Door de week bivakeren jullie in Papendal, begreep ik. Ja. Hoe zit dat precies? Nou, we trainen zeg maar van maandag tot vrijdag centraal in Papendal of elders in het land of buitenland. En het weekend zijn we thuis. Ja, een beetje de werkweek handhaven. En dat bevalt iedereen erg goed. Voel je ook een beetje dat je thuis kunt zijn. Als je dan kijkt naar het plan, hoe het uitgeschreven is, dan zitten mensen met name tijdens rust zitten ze thuis. En daar waar hard gewerkt moet worden met elkaar, zitten we samen. Komt ie aan? Ah joh, dat was in de gemeente. Nou, ik deed het nu een kogeling. Doe je voor de rest nog een hobby? Ja, wielrennen is een grote hobby van mij. Natuurlijk naar school gaan, school afronden. School gaan een hobby. Ja. Goh, zo weet ik een paar keer op, hè. Als ik nou zeg Olympische Speel, dat is net als marathonskaas en elfstedentocht, denk ik als voor jou dan. Olympische Spelen, dat kan dat dit jaar, hè? Of denk je van, ik moet misschien wat 24 weken. Waarom zo'n jonge die erin vliegt, het niet kunnen? Dus dat is een beetje hoe ik er zelf over denk. Maar echt die 1500 meter wordt het dit seizoen dan? Nou, ik rij wel allround kampioenschappen, je moet je toch specialiseren op 1 afstand. En ik denk dat ik op de 1500 meter het dichtste erbij zit. Ja, op spelen gebeuren gekke dingen. Er komen opeens mensen naar boven schieten waarvan je denkt, waar komt hij opeens vandaan? En ik wil niet zeggen dat het bij Bedden per definitie zal gaan gebeuren, maar ik bedoel, het kan. Natasja Bruintjes is samen met Jan van Veen dit seizoen overgekomen van de KNSB. Vorig jaar is ze in Meppel gaan wonen en ze voelt zich steeds meer een echte Drent. Ik woon er inmiddels nu een jaar, of tenminste ingeschreven in Meppel. En ik moet zeggen dat het me goed bevalt. En op een of andere manier verwacht ik heel veel over nog gedaan. Dus de mensen door gaan wonen. Ik weet niet wat dat is. Hoe jong ben je? 21. Maar afgelopen jaar op de 1000 meter door een van de mooiste afstanden, toch gewerkt. Ja, 4 tot de WK. Was dat nou toevallig een hele goede dag? Of zei die vaak, dat hoor ik gewoon. Ik stond er gewoon.
Vancouver wil ik met 1000 sowieso gaan rijden. Ik heb gekozen om 500.000 te pakken en niet om die 1500 er nog bij te doen. Ik denk dat dat Mission Impossible is dit jaar en dat ik dat gewoon volgend jaar het beste kan aanpakken. Als ik zie wat ze aan programma's kan doen en wat de kwaliteit daarvan is en stappen die ze daarin maakt, dan denk ik zeker dat het podium 1000 meter spelen zeker een reëel doel is. En hoe dat verschil tussen de nummer 1 en nummer 3 is, dat is dan eventjes ter plekke te bezien. Maar het podium op basis van wat ze doet zou kunnen. Ben je daar qua leeftijd al klaar voor? Ja, zeker. Ja. Heel overtuigd ook, hè? Ja. Ik denk ook echt dat ik het kan. Net als Bruintjes is ook sprinter Jacques de Koning in Drenthe komen wonen. Nu ik er woon, krijg je er steeds meer mee. Ik bedoel, ik vind fietsen in de omgeving van Meppel echt super mooi. Het gaat een stuk makkelijker. Ik ben natuurlijk opgegroeid in Noord-Holland, daar heb je heel veel poldergebied. En daar moet je denk ik ook van houden hoor. Ik denk dat heel veel mensen dat ook mooi vinden. Maar ik vind door die bossen een beetje heen in de buurt, vind ik echt mooi. Het feit dat hij soms een hele hoge piekje heeft en ook weer diepe dalen, dat houdt bij hem in dat het wel allemaal heel nauwkeurig komt qua timing en niet te veel. En dat laat je hem doen. Maar ik denk dat we daar goed grip op hebben. En ik denk ook dat wat hij heeft opgebouwd dit zomer nu gaat omzetten naar specifieke snelheid en gewoon de rust nemen die hij moet pakken. Dat gewoon heel hard kan. Ik vind dat ik op een 500 en een 1000 moet staan. En ja, 1000. Voor de buitenwereld misschien niet, maar het is iets wat ik heel graag wil. En daarom wil ik daar ook staan op de spelen. En dat is mijn schoonzus Greta. Kom er eens in bij. Gisteren had ik hem nog voor de telefoon. Hij zei, je gaat me niet allemaal niet door mijn ding vragen. Ik denk trouwens dat Greta best wel sterk is. Die komt nou wel eens bij ons eten. Ben je wel niet echt een goede kast. Ik denk dat de winst van Greta dit jaar geweest is dat ze allereerst blessurevrij geweest is. Blessurevrij is, zoals ze nu is. Maar ook ja, steeds meer geloof dat ze het nog kan. Ik doe de dingen die ik kan doen. Alleen ik moet nou niet een paar sprintjes gaan doen en hardlopen. Want dan lig ik morgen weer voor half op de bank. En dan weet ik gewoon voor mezelf welke dingen ik wel kan en niet kan. En dat is wel heel belangrijk. Ja, weet je het zelf? Ja. Ja, en dan moet ik goed aan houden. Ik doe ook geen sprinttraining of looptrainingen meer. Dat heb ik afgeschaft. En krachttraining. En daar in de plaats doe ik gewoon andere dingen. Wat ja, beter bij mij past en waar ik me goed bij voel. Dus weer gebeurd, winst het binnen. Je kunt het wel goed. Ja, nee, dit lukt nog wel. Ja, ja. Die laat ik voortaan ook gewoon voor me lopen in plaats van achter me, geloof ik. Dit kan ik, ja. Nee, serieus, nee, vind ik leuk. Ja, dat kan ik wel. Ik zie helemaal niks. Natuurlijk een paar jaar Telford gezeten, commerciële ploeg. En op een gegeven moment was ik gewoon gezat wat gereisd. En constant iemand erbovenop. En ik moest even een jaartje wat anders. Toen ben ik 3 dagen in de week gaan werken. En daarnaast hadden we trainingen. En ja, je merkt nu wel gewoon met heel de groep dat het ook wel weer motiveert. Maar ja, ik was vorig jaar wakker even nodig om even wat anders te doen. Hoe was het gevoel op het zomerijs voor jou? Ja, wel goed. Ja, dat is toch best wel weer spannend, omdat je het seizoen niet goed hebt afgesloten en dan stap je weer voor het eerst op het ijs. En ja, dan rij je een week en de hele week gaat goed en dan heb je niks. En dan denk je steeds van, nou, het zal zo wel komen, weet je wel. Daar ben je er bijna bang voor, dat is natuurlijk niet goed. Maar nou, we hebben 4 weken geschaatst en dat ging eigenlijk heel goed. Vind je dat Greta gewoon op de Spelen hoort? Ik denk dat Greta absoluut op de Spelen hoort. Ik denk dat Greta dat niet voldoende is om er alleen te zijn. Je moet je eerst plaatsen en dat is lastig genoeg. Maar ik denk dat Greta nog steeds de potentie heeft en nog steeds kan om daar mee te doen. Ja, daar doen we alles voor en ja, we zien wel hoe het komt. Kun je dan blind voor die 5 kilometer gaan of hoort er een 3 kilometer bij? Ja, ik hoop wel dat ik een World Cup 3 kilometer rijd. Want anders rij je zo weinig internationale wedstrijden. En de 5 is ook altijd natuurlijk weer gekoppeld aan de 3. Anders start je altijd weer in de B-groep. Dus dat is op zich wel belangrijk om ook 3 kilometers te rijden. Je hebt al heel veel schaarst. Over 6 maanden is het Avondo. Ja. Sowieso over 6 maanden is het Avondo. Als je naar Goud bent, ga je daar nog door? Nee. Dat is best vreemd. Elke keer dan ben je fietsen in Limburg en zegt, nou, hier komen we ook niet weer voorlopig, weet je wel. Zulke dingen. Dan denk ik, ja, wat zul je volgend jaar doen? Dan moet je weer aan het werk. Wat ga ik doen? Het is ook niet dat ik het niet meer kan opbrengen of zo. Maar op een gegeven moment dan,
ja, dan is het opkomen weer jongeren. En nou ja, ik heb heel veel blessures en dingen gehad. En ik wil me gewoon nog één keer opladen en er alles voor doen. En ja, dat is dit jaar en dan is het over. Marathon en Greta Smit, wordt het nog wat dit jaar? Nou, ik hoop het eigenlijk niet, want dan doe ik het goed natuurlijk. Dan rij ik World Cups en dan heb ik er geen tijd voor. Dat is natuurlijk mijn doel. Het is bijna 8 jaar geleden dat Smit zilver won op de 5 kilometer tijdens de Olympische Spelen van Salt Lake City. Heb je die medaille nog? Ja. Ik zal het zeggen. Ik heb hem wel, maar ik weet het. Ja, nou, die zal wel ergens zijn, maar ik kan hem zo snel niet vinden. Ik weet niet waar die is. Ik denk dat die met verhuizen ergens terecht is gekomen waar het niet moet of zo. Ik weet het niet. Meen je niet? Zal wel weer boven water komen, toch? Die hoort toch in een lijstje in je woonkamer? Ja, nou, ik hoef niet al dagen naar te kijken. Het was toen mooi en ik denk dat ik hem nog wat terugvind. Maar ik weet het even niet. Misschien moet je gewoon een nieuwe gaan ophalen in Vancouver. Nou, dat is beter, ja. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.